Penders. Laurent. Dembele struikelt. El Andouini via Bosens achterkant. Zeeuw. En hey, El Andouini geeft een tik. Die wordt vastgehouden en geeft een klap. En Maaskant zegt terecht van hij geeft toch minimaal een forse duw. Hij loopt zich vast, krijgt eerst een tik, botst dan en dan. Ja, dat is een klap. Amoa. Penders vraagt zich af, was dat dan een duw? Penders en Swaanswijk hebben zich naar voren gebaand. En daar, oh jongen, wat heeft hij een kans! Amoa. Kijk, daar is Penders. En je ziet die Dulica aarzelen. Penders. Had nog houden en keren. Corner. Aandacht voor El Hamdawi. Maar gewoon weggehaald door Bukari. Mooi Zander. Dan moet hij nu schieten. Bukari. Leurling. Bukari. Goeie bal. Nou dan. Daar zit Kwakman met zijn kans dicht bij groot succes. Maar was die bal vervelend hoog? Ja, die bal was vervelend hoog. En daardoor kon die Dulica erbij komen. Vinovic. Ari. Martens kan. Op rechts kan. Ari kan. En Ari kan heel goed. Maar het is Hens. Penders da Silva. Leurling weg. Met Tilica geklopt. Snelheid gemaakt. Fraai. Dan zit hij erin. En dan pakt AZ het doelpunt. Hij komt van rechts. Hij bereidt het schitterend voor. Heeft een gelukje aan het eind. En NAC is geklopt. 1. Weggedrukt. 2. Op achterstand gezet. Handig. Die versnelling ineens. Naar binnen. En dan, ja, toch raak. Ter Rauwelaar. Blessurebehandeling bij 2. Het spel kan verder met Ter Rauwelaar in het voordeel. NAC schijnt zijn keeper te willen wisselen. Martens. Ari. Vujinovic. Maar voorlopig doet Ter Rauwelaar dit werk nog eventjes. Bukari. Schoot de AZ-droom in het bekertoernooi. Uiteen. Bukari. Via de muur. En de 4 minuten zijn voorbij. Maar laten we nog maar even kijken naar wat er nog mogelijk is. Niets meer. Cairo op de been. En geen treffer. Die Dulica. Ruimte bij de man die de wedstrijd besliste. En hier nog even aanzet. Maar niet verder hoeft. AZ mag heel erg juichen. Want
Je draagt niet voor niks van die shirtjes met kampioen eronder.